Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie echt iets super leuks. Ik ga namelijk twee hele leuke pakketjes unboxen. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En als je geen video wil missen, zou ik het ook super leuk vinden als je even het belletje aanzet. En dan gaan we heel snel beginnen met de video. Ik heb nog nooit zo'n video opgenomen, maar ik vond het wel super leuk. Want meestal, als ik deze pakketjes krijg, laat ik het altijd heel snel even zien in mijn vlog. Ik heb het namelijk over de pakketjes van Naked en de pakketjes van Chiquel. Meestal vertel ik er echt heel snel iets over in mijn vlog en dan ga ik er heel snel langs. En ik dacht, het is wel leuk om een keer gewoon alles even stuk voor stuk te laten zien. En ook laten zien hoe ik het zou combineren. Dus dan doe ik er ook een outfit bij aan. Hoe ik het gewoon in het echt ook zou dragen. Ik dacht, dat is wel leuk voor een keertje. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ik had vandaag dus mijn haar gekruld. En het is nog helemaal niet uitgezakt. Maar ik heb straks iets anders. Dus ja, ik moest de video al filmen. Dus de krullen zijn nog wel een beetje heftig. Ik hoop niet dat jullie daar te erg aan storen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik weet nog niet welk pakketje ik precies als eerst ga openen. En ik heb nu zelf ook een heel leuk blouseje aan van Naked. Voordat ik daar vragen naar krijg. Maar laten we maar snel beginnen. Ik begin ook wel gelijk met het pakketje van Naked. En ik heb bij allebei de pakketjes een kortingscode. En de kortingscode zal ik gewoon even laten zien. Alle linkjes staan gewoon in de beschrijving, zodat je zelf ook alles kan vinden. En we beginnen dus met het pakketje van Naked. En volgens mij was de code Janette15. Nou, ik ontvang ongeveer iedere maand een pakketje van Naked. En dan kan ik ongeveer 4 items kiezen. Ik krijg hier niet voor betaald. Ik mag het gewoon uitzoeken, dus ik zal altijd mijn eerlijke mening vertellen. Dus we gaan hem openmaken. Heel veel zin in. En zelf bestel ik ook heel vaak bij Naked. Want ik vind het gewoon echt een hele fijne site. Deze keer was er wel een probleempje. Want er was een bestelling door de war gehaald met een andere bestelling. Dus het klopt niet helemaal. Maar alsnog ben ik wel blij met de items. Alleen was het dus niet precies wat ik had besteld. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Alleen ik wilde het toch even laten weten. Het zit in allemaal van deze zakjes. Wel weer heel veel plastic. En ja, ik ben benieuwd. Ik kijk altijd heel erg goed naar de maat van het model. Want dan kan ik ook een beetje mijn eigen maat inschatten. Oké, als eerst zit er een heel leuk blauw blouseje in. En dit is van dat babyblauw. Heel erg leuk. De stof is wel heel erg dun. Ik had een beetje een andere soort stof verwacht. Zo ziet hij eruit. En hij heeft een beetje van die pofmouwtjes. En op het einde heeft hij dus dit. Dit vind ik heel erg leuk. Het is een dunne stof, dus ik denk wel dat je er een bralette onder moet doen. Ik heb hem in een maat 36, want er was geen andere maat. En de V is wel een beetje diep. Dus ja, dat moeten we gewoon even kijken hoe dat eruit gaat zien. Maar je kan het eigenlijk letterlijk overal bij doen. En ik vind het zeker met krullend haar heel leuk en een ketting zo. Dus ja, heel erg blij met dit eerste item. Oké, dit is het blauwe blouseje en ik vind hem echt heel erg mooi. Het is echt een hele mooie kleur. Heel mooi babyblauw. En die mouwtjes zijn ook heel erg leuk. Alleen ik heb hem dus echt wel aan een maatje te groot besteld. Want ja, de armen zijn gewoon net iets te groot. En dit is ook best wel groot. Ik heb het nu zelfs in mijn broek zitten. Dus ik zou dit wel in een maatje kleiner bestellen. Ik heb nu een 36 aan. Ik heb het gecombineerd dan met een Naked broek. Dit is gewoon een donkere man jeans. En ik vind dit er wel heel erg leuk bij staan. En ik heb daaronder dan gewoon witte schoenen. Dan een zwart item. En ik bestel echt altijd zwart en wit. Ik weet het, het is zo erg. Maar ja, het is gewoon het meeste wat ik draag. Je had deze ook nog in andere kleuren. Maar omdat ik dus zwart het meest draag, dacht ik deze wel heel erg leuk. Het is namelijk dit leuke blouseje. Ik hoop dat je het goed kan zien. En hij heeft dus van die leuke patroontjes met gaten erin. Let niet op mijn nagels, sorry. En hij heeft dan ook weer een beetje van die pofmouwtjes. En dan op het einde van dat elastiek. En ik zag dit bij het model en ik vond het heel erg leuk. Gewoon boven een spijkerbroek, heel simpel. Maar doordat die knopen hier aan de onderkant zitten, geeft het toch wel iets extra's. En dat vond ik gewoon echt heel erg leuk. En ik had ook nog helemaal niet zo'n item. Dus ik dacht, deze wil ik heel graag hebben. Oké, ik heb nu dit leuke zwarte topje aan. Ik heb er een bralet onder. En dat moet wel echt, want hij is echt heel erg diep uitgesneden. Hier zie je ook mijn bralet. En ik vind dit het leukst om te doen met een spijkerbroek. En deze spijkerbroek is ook van Naked. Is echt een van mijn favoriete mom jeans. En dan heb ik daaronder gewoon mijn Dr. Martens. En ja,
Ik had hem geen maat kleiner moeten nemen, want hier zit hij best wel strak. Terwijl hij hier dan weer heel los zit. Dus ja, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat hier van die knopen zitten. Dat maakt het toch wel even wat anders. En heel erg leuk. En hij is lekker luchtig, omdat er allemaal van die gaten in zitten. Dan zit er een broek in. En hier was dus iets fout gegaan. Maar ik ben heel erg benieuwd. Want ik bestel eigenlijk nooit broeken als ik iets mag uitzoeken. Omdat het echt heel vaak fout gaat. En dan ben ik gewoon bang dat ik ze niet ga passen. Ik vind de kleur wel heel erg mooi. Zeker voor in de zomer. Een hele leuke kleur. Hij heeft wel van die gouden details. Dat vind ik altijd wel wat minder. En het is dus een... Ja, het is zo'n recht uitlopende broek. En dan op het einde heeft hij dit. Dit vind ik heel erg leuk. Dus het lijkt op een flared, maar hij is gewoon helemaal straight. High-waist straight heet hij. En ik vind het heel erg fijn dat hij high-waisted is, want ik draag heel veel high-waisted broeken. Ja, ik kan hier niet super veel over zeggen. Het enige is dat ik gewoon hoop dat hij past. Ja, ik denk het eigenlijk wel als ik het zo zie. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Maar wel heel erg leuk voor, ja, eigenlijk het weer wat het nu is. Dat het, ik vind het altijd heel snel te koud om een korte broek aan te doen. En zo'n spijkerbroek maakt dat dan wel heel erg leuk. Oké, ik heb nu de broek aan en je wil echt niet weten hoe blij ik hiermee ben. Hij zit zo super goed. Hij zit overal echt heel erg mooi. En hij is dus precies goed qua lengte. Oké, ik moet het even op een andere manier laten zien. Ik hoop dat je het iets beter kan zien. Maar het is dus zo'n, echt zo'n recht uitlopende broek. En hij zit echt zo lekker en mooi. En ik vind het ook een hele leuke kleur, want ik had nog helemaal niet zo'n kleur. En deze blouse vind ik er ook heel mooi bij staan. Deze is ook van Naked. Echt zo onwijs blij mee. Ik vind het wel jammer dat deze details goud zijn. Maar ja, maakt niet uit. Ik had hem zelfs nog in een maatje kleiner kunnen nemen. Maar echt een hele fijne broek. En daaronder heb ik dan mijn witte Superga's aan. En de onderkant is ook een beetje zo gerafeld. En dat vind ik heel erg leuk. En dit was dus ook fout gegaan. Maar ik vind dit item alsnog heel erg leuk hoor. Alleen hier heb ik al best wel veel van. En het lijkt ook een beetje op het andere item. Ook een soort crop top. Het is wel weer van een dunne stof. En hij heeft dus een beetje van dat vierkante model. Maar die kan je ook zo dragen. Dus helemaal recht. Of je kan het zo over je schouders heen doen. Hij is wel heel kort. Op een model dacht ik wel echt dat hij iets minder kort was. Heeft hier zo'n strikje. Maar misschien boven deze broek is het heel erg leuk. En wat heel erg handig is. Er zitten van die... anti-slip dingetjes in, of hoe noem je dat? Zodat het niet van je schouders afglijdt. Dus dat is wel heel erg handig. Ik vind het een leuk topje, maar hij is wel heel kort. Dus ik moet even kijken. Maar ja, misschien met die high-waisted broek. Dat het wel leuk is. En wat ik ook weer heel leuk vind, is dat hij zulke mouwtjes heeft. Dat geeft toch iets extra's. Dan zit hier elastiek. En dan loopt het zo wijd uit. Oké, ik heb de zwarte top aan en ik vind hem heel erg leuk. Hij zit ook heel erg lekker. En wat dus heel erg leuk is, je kan de mouwen ook zo doen. Dus dan heb je gewoon een off-the-shoulder top. Dus dat is ook heel erg leuk. Maar je kan hem dus ook zo dragen en hij heeft van die fijne bandjes. Nou, je kan hem bijvoorbeeld op deze broek dragen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar je kan hem natuurlijk ook op een spijkerbroek of op een zwarte broek. Maakt eigenlijk niet uit. En daaronder heb ik dan mijn Dr. Martens gedaan. Omdat ik dat wel heel erg leuk vind. Nou, dit waren dus de items van Naked. Ik zal het ook proberen te combineren met andere items van Naked. Dat je dat ook nog even ziet. Want ik heb gewoon heel veel favorieten. Zoals bijvoorbeeld dit blouseje ben ik ook echt heel erg blij mee. Dat zou ook heel erg leuk staan boven die blauwe spijkerbroek. En ik zal de linkjes gewoon in de beschrijving zetten. Dan gaan we verder met het pakketje van Chiquelle. En ik was echt super laat met bestellen. Ik had het mailtje niet helemaal gezien. Dus er was best wel veel uitverkocht. Dat nu allemaal weer is aangevuld. En bij Chiquelle mag ik altijd 7 aan 8 items sturen. En dan sturen ze er 4 op. En ik heb geen idee wat erin zit. En het is ook al een tijdje geleden. Want ik wilde dus wachten op dit pakketje. Zodat ik de video kon maken. En de kortingscode zal ik in beeld zetten. Want die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ik ben altijd heel erg tevreden over de items van Chiquelle. En meestal ben ik wel iemand die meer winter items koopt en herfst items. Maar ik weet niet of het nu zomer items zijn. Ik heb geen idee meer wat ik heb besteld. Het zit weer heel netjes in deze zakken. En het eerste item is wit. Wat het is een wit blouseje. En hij heeft dus allemaal van die ruffeltjes, hoe noem je dat?
Aan de voorkant heeft hij dat. Ik hoop dat dat goed overkomt. Bij de mouwen weer heel erg leuk. En hij heeft een beetje van... Het lijkt een beetje op zo'n badstof. Wel heel erg lekker voelt het aan. Ik had deze in een maatje S. Er was geen XS meer. XS meer. En ik vond hem er wel groot uitzien. Heel erg leuk. En hij is ook lekker luchtig. Je moet hier wel een bralet onder doen. Want anders gaat dit echt heel erg doorschijnen. Dit is deze witte top. En ik vind dit heel erg leuk. Alleen ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het nou moet hangen. Of ik het zo of zo. En hij schijnt wel een beetje door. Ik heb er nu een bralet onder. En in mijn broek vind ik hem wel het leukst. Want als ik hem los doe. Ik zal het even laten zien. Dan is hij zo. En dan vind ik hem wel een beetje aan de grote kant. Dat is hij sowieso al. Maar ik vind hem als ik hem in mijn broek doe, vind ik het leuker. Ja, dus ik moet even kijken hoe ik dit ga combineren. Ik vind het wel heel erg leuk boven die spijkerbroek van Naked staan. Met mijn witte Superga's. En het is wel een luchtig stofje. Ik vind soms de stof van Chiquelle nog beter aanvoelen dan van Naked. Terwijl bij Naked het vaak wel duurder is. Een zwart item. Ik heb geen idee. In ieder geval, het is een bandeau. En hij ziet er zo echt heel klein uit. Maar je kan hem heel ver uitrekken. Ik vind het wel heel erg leuk onder een blazer staan. Dus misschien dat ik hem daarom had gezocht. Hij is in een... Oh, het is een one size. Dus ja, als je een M of een L hebt, dan zou je dit ook moeten passen. Ik vind het wel heel erg leuk dat hij zo'n detail heeft. Dat het recht, dat het een beetje zo rondloopt. Ik ben benieuwd hoe dit staat. Maar ik zou dit dus wel combineren met een jasje of zo. Ik denk dat het ook best wel kort is. Oké, dit is de bandeau top. Hij is best wel een beetje groot. Het is ook een one size en het is een dikke stof. Ik zou dit niet zo snel zo dragen. Ik heb hem nu gewoon boven een flare broek gedaan. Maar ik zou er dan bijvoorbeeld een blazer overheen doen. En als je hem dan zo met een blazer doet, vind ik hem echt wel veel en veel leuker. Alleen het is wel weer natuurlijk heel netjes. En ik vind wel dit een heel mooi detail. En hij zit wel heel erg lekker. Alleen de stof is dus gewoon een beetje dik. En hij is best wel groot. Maar zo vind ik het wel heel erg leuk staan. Nou, dan heb ik een grijs item. Om even in de joggingsbroek trend te blijven. Ze hadden op Chiquelle echt hele leuke kleuren joggingsbroeken. Maar die waren dus allemaal uitverkocht. Maar ik had nog wel een nieuwe joggingsbroek nodig. En toen zag ik deze grijze. Toen dacht ik, dit is wel leuk. Ja, niet heel erg leuk om normaal naar school zo aan te doen. Dat zou ik ook niet zo snel doen. Maar het voelt wel echt heel erg lekker aan. En het is gewoon echt zo'n basic grijze joggingsbroek. En aan de onderkant heeft hij dus van die omgeslagen pijpen. Heet dat zo? Geen idee. Heel erg leuk. En ik heb hem in een S genomen. Daar ben ik ook wel blij mee. Want hij ziet er best wel groot uit. Oké, en dit is de joggingsbroek. En hij zit echt heel lekker. Het is eigenlijk wel best wel een basic joggingsbroek. Maar hij sluit heel erg mooi aan. En hij is lekker zacht. Hij is wel best kort. Want ik ben echt 1,60. En hij zit over mijn enkels heen. En ik heb hem gecombineerd met deze top. En deze top is ook van Chiquelle. Ik vind het eigenlijk wel er leuk uitzien. Dus ja, zo. En als ik hieronder gewoon even witte gimp of zo doe, is dit echt een hele leuke outfit. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat ik deze ook gewoon lekker aan ga houden straks. Dus dit is de joggingsbroek. En ik vind het ook heel erg leuk dat die veters er zo uitzien. Hoe noem je dit? Ja, veters. En dan alweer het laatste item van Chiquelle. Is dit hetzelfde? Ook in het zwart. Tuurlijk. Het is namelijk een body. En hij heeft van die hele dunne bandjes. Dus dat vind ik heel erg mooi. Dat je alleen deze bandjes ziet op een spijkerbroek of iets anders op een hokje. En hij kan dus aan de onderkant. Heeft hij van die knoopjes. Dat is ook handig. Zodat je niet helemaal uit hoeft te doen als je naar de wc moet. Het is geen stringmodel. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dat je dat er doorheen kan zien. Heel erg leuk. Ja, ik kan hier niet heel veel over zeggen. Ik had wel best wel veel ook andere items gedaan. Niet alleen maar basic dingen bij Chiquelle. Maar toevallig heb ik alleen de basic dingen gekregen. Ik weet gewoon nooit wat ik krijg. Dus. Maar heel erg leuk deze. Ook zeker voor in de zomer. Oké, ten eerste vind ik het echt heel erg mooi dat die bandjes zo dun zijn. Ik hoop dat die dat goed volhouden. Zelf hou ik niet heel erg van om zo rond te lopen. En doe ik eigenlijk altijd een jasje of zo eroverheen. Je zou bijvoorbeeld die blazer er weer overheen kunnen doen.
Maar ik vind het wel heel erg leuk om dit bijvoorbeeld met uitgaan in de zomer te dragen. Ik vind het ook heel mooi dat die heel laag is. Ja, en het zit ook heel erg goed, want het is natuurlijk een body. En ik vind hem heel erg mooi zitten. Oh, hier zou je ook een blazer overheen kunnen doen of gewoon een jasje. En dat maakt het natuurlijk wel weer veel chiquer. En dan met Dr. Martens eronder. Heel erg leuk. En dit sluit ook heel erg mooi aan. Ik heb er dus wel een BH onder, want het is een hele dunne stof. Dus je kan er niet geen BH onder dragen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus dan was dat het laatste item. Mijn hele bed ligt er helemaal vol. Wat ik nu ga doen is alle items passen en kijken wat leuk bij elkaar staat. En ja, dat hebben jullie natuurlijk al gewoon al gezien. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. En als ik vaker van dit soort video's moet opnemen, moet je het zeker laten weten. En je kan ook achterlaten welke site ik dan moet bestellen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel weer te zien bij een andere video. Doei doeg!